allemaal. Welkom bij weer een nieuw filmpje. We hebben een superleuk proefje voor jullie. Doen jullie mee? Veel plezier! Wat heb je nodig? Een diep bord of een plastic schaaltje. 3 of 4 verschillende soorten kleurstof. Je pakt 4 theelepels. Je hebt ook 100 milliliter melk nodig. Gebruik ook eventueel een maatbeker, hè, om de melk in te doen. Dan weet je precies wat je nodig hebt. Afwasmiddel. Goed. Je pakt de maatbeker en je schenkt daar 100 milliliter melk in. Dus tot aan de streep. De melk giet je dan in het bord. Dan ga je heel voorzichtig een paar druppels van de gekleurde kleurstoffen toevoegen aan de melk. We beginnen met de rode. Zorg ervoor dat je de kleurstof in het midden van het bord doet. Dan pakken we de groene kleurstof. Ook daar doen we een paar druppels in het midden van het bord. Dan pakken we de gele kleurstof. Doen we ook weer een paar druppels in het midden. Dan pakken we de blauwe kleurstof. En daar doen we ook weer wat druppels van in het midden. De kleurstoffen zet je aan de kant, want die heb je nu even niet meer nodig. Dan pak je het afwasmiddel. En dan doe je een paar druppels, heel voorzichtig, in het midden van het bord. En kijk goed wat er gebeurt. Oh, wauw! Dat is gaaf! Maar wat gebeurt er nou in dit experiment? Nou, in melk zitten er eiwitten, water en ook hele kleine vetbolletjes. Die kun je niet zien. Afwasmiddel is een zeep en zorgt ervoor dat de vetbolletjes op kunnen lossen in het water. Als het afwasmiddel in aanraking komt met de melk, gaan de vetbolletjes zich anders verdelen in de melk, wat je dus net zag met de kleurstof. Ze schieten dan alle kanten op. Dit zie je ook gebeuren met de voedingskleurstof, want die gaat ook alle kanten op toen we de afwasmiddel erbij deden. Die gingen zo poef naar de buitenkant. Na 1 minuut verdelen het afwasmiddel en de vetbolletjes in de melk zich gelijk over de melk. Dan bewegen de vetbolletjes niet meer en zie je de kleuren ook niet meer stromen. Bonusopdracht. Als jij heel goed hebt opgelet in het filmpje, heb je ook gezien dat we bepaalde producten of dingen niet hebben gebruikt. Kun jij raden welke? Je vindt de juiste antwoorden onder in de beschrijving. Wat heb je nodig? Een diep bord of een plastic schaaltje? 3 of 4 verschillende Wat heb je nodig? Een diep bord of een plastic schaaltje? Je hebt 3 of 4 verschillende soorten kleurstof. Je pakt 4 theelepels. En dan doet Maaike nu een paar druppeltjes van de blauwe kleurstof.
Tellen jullie ook mee hoeveel druppels erin gingen? 2. Dan gaan we de groene kleurstof erin doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!